Ook in het nieuwe jaar 2012 hoort u in onze uitagenda wat er bij ons in de regio allemaal te doen is. En deze keer geeft Maartje u enkele tips. Goedendag beste kijkers, mijn naam is Maartje Michelbrink. Dan nu weer de uitagenda voor de maand januari. Maakt u zelf een keuze uit deze tips. Ook dit jaar is het programma van de Buurtgatse Zittingsavonden weer gevuld met voornamelijk Eersterse talenten. Dans, muziek, sketches en buuts vormen de afwisselende inhoud van het avondvullende programma. U kunt onder andere genieten van showdansvereniging Let's Dance, huisorkest Krankjoren en diverse tonpraters. Ook beslist een leuke avond voor de niet-carnavallers onder ons. Deze avonden worden gehouden in de Muzeval in Eersel op 20, 21, 27 en 28 januari. En de toegangskaarten zijn ook daar vanaf 7 januari verkrijgbaar voor €9 per stuk. Het Snelle Wiel uit Bladel organiseert wederom een wieleravond zesdaags op rollers van donderdag 12 tot en met dinsdag 17 januari. Zes avonden wordt er weer gestreden om de titels keizer en keizerin van Bladel. Zes avonden waarin velen zich weer inzetten om wat extra's te vergaren voor hun club of vereniging. Ook voor de goede doelen gaan de benen vaak rond. Een reden te meer dus om een bezoekje te brengen tijdens een van deze avonden, die ook muzikaal omlijst zullen worden, met een DJ en live muziek. Dit alles vindt plaats in Sportpaleis Den Hert in Bladel en de entree is gratis. Deze maand start theaterklasse uit Reuzel weer met de meespeellessen op 9 en 11 januari. Ze gaan dan werken aan de voorstelling De Reis naar Schemering en de musical Catwalk, waarvan de uitvoering in maart en juni zullen plaatsvinden. Voor informatie over de instapmogelijkheden kun je kijken op www.theaterklasse.nl. Beleef een les en ervaar hoe het is om even helemaal iemand anders te spelen. Na het enorme succes van de vorige editie organiseren Podium 10 en Stichting Jam op zondagmiddag 22 januari Gitaargigant 2012. Een battle voor jonge live-gitaristen. Ben je onder de 18 en heb je plezier in gitaarspelen, schrijf je dan nu in. De presentatie is in handen van Bart Balletjes van BZB en vindt plaats vanaf 2 uur bij Podium 10 in Bladel. De intree is gratis en inschrijven kan op www.podium10.nl. Het is weer bijna zover. Op zondag 14 januari van 2 tot 10 en op zondag 15 januari van 10 tot 5 staat de kei helemaal in het teken van deze fotoclub. De expositie is gratis en iedereen is van harte welkom. De vier vocalisten van Intermezzo brengen prettig gestoord theater met een absurdistische verhaallijn, oftewel absurd vocal comedy. In een nieuwe theatervoorstelling, Close to Perfection, hoor je bekende hits en nieuw eigen werk. De muziek wordt gebracht op een manier die uniek is aan Intermezzo. Je hebt altijd het idee dat er een band meespeelt, maar niets is minder waar. Kaartjes voor deze voorstelling op 21 januari in de Kei in Reuzel kunt u bestellen bij www.hetschouw.nl. Op woensdag 18 januari is er in zaal Den Bakker in Hogeloon een modeshow waarvan de opbrengst ten goede komt aan het goede doel. Kledingzaak Hebbes bestaat 12,5 jaar en viert het met een modeshow waarvan de opbrengst gaat naar Energy for All. Een stichting die geld wil inzamelen voor onderzoek en genezing van energiestofwisselingsziekten. De intree is €3, waarvan u ook nog een kopje koffie met iets lekkers krijgt. Krijg jij nooit genoeg van de heerlijke muziek van ABBA? Zorg dan dat je erbij bent op de ABBA-tribuutavond in Den Hert in Bladel. De band ABBA Fever uit Duitsland, die als een van de beste ABBA-tribuutbands gerekend mag worden, neemt je dan mee terug naar de grootste hits van de 70s en 80s van deze Zweedse supergroep. Was jij ook die dancing queen en was jij ook verliefd op Fernando? Mis het concert dan niet op zaterdag 28 januari. Voor de kaartverkoop kun je terecht op www.denhert.nl. Indien u ook deze maand weer één of meerdere van deze uittips gaat bezoeken, wensen wij u alvast heel veel plezier. Heeft u ook een tip voor de uitagenda? Stuur die dan naar deuitagenda@kempentv.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.